Yo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Floris en vandaag heb ik voor jullie een GTA 5 online video. En vandaag ben ik samen met Indy. Yo! Yo! En vandaag hebben wij een video dat valt onder de GTA 5 races. Alleen voordat wij, en wat jullie ook aan de titel en thumbnail waarschijnlijk hebben kunnen zien, voordat wij gaan racen, gaan wij een auto uitkiezen en pimpen. We gaan eventjes onze mobiel erbij pakken. We gaan naar het internet toe. En dan gaan wij een uitzoeken. We pakken allebei een auto of een motor, wat jij wil. Van dezelfde site. Ja, ik heb Legendary Motorsports. En dan kies ik gewoon een auto uit. Die ik vet vind. En jij kiest een auto uit die jij vet vindt. En dan laten we die bezorgen. En dan gaan we die oppimpen. Dat gaan we jullie laten zien en dan gaan we daarna kijken welke zeg maar snel is of welke het beste is. Dus even kijken, eerst even repareren. Vind je al niet leuk? Deze doen we erop, dames en heren. De... Ja, we doen gewoon deze. Ook dat kan ik al customize, want dan is ik echt een kut. De front bumpers. Die doen we zo. Oh, ik heb een auto gekocht die wat. Ja, dit is vet. Engine. Ook vet. Exhaust. Oh, dat is vet. Dat is vet. Yes, deze kan ik customizen. Hier voor een magic touch, ja zeker. Oh, carbon. Deze pakken we. Ik zie het alweer. Ik zie er weer 100% upgrade, bodywork. Hier, remote bump. Wat is dat, remote bump? Laat maar zitten, dat doe ik maar liever niet, want dat had ik de vorige keer ook volgens mij. Aerodynamisch. Brakes. Natuurlijk, super. Wing. Tok. Front. Dit vind ik vet. Legendary. Exhaust. Oh, daar gaan we niet op doen. Livery. Oeh, ik kan er een mooi liverytje op gooien. Ja, dat vind ik vet. Horn. Dat hoeft voor mij niet. Lights, dat is wel... Boiler. Neon layout. Oh. We moeten natuurlijk de typische kleur hebben van ons eigen kanaal. Oh, ho, eens even. Deze is wel lekker. Transmission. Deze vind ik vet. Rimmers, die is vet. Deze ook wel vet hoor. Turbotje uiteraard. Nee, deze pak ik. Ik weet het al. Wheels. Race. Rims, stok. Oh, blades. Ik kan de wielen opbouwen. Pakken we deze. De respray. Dan doe ik secondary. En dan doe ik mat. En dan doen we de rood, denk ik. Zeker. Ja, ik vind deze vet. Ik heb het al meteen gezien. Als ik het zie en ik denk, oeh, dit is hem, dan doe ik dat aan. Deze is zo ziek. Windows. Windows? Ik had niet eens. Oh, die. Ja, carbon is erop. Turbo, hier. Turbo erop getiefd. Emo, windshield. Wheel type, high-end, stock rams. Dat is zeker een beauty, ja. Zeg maar wanneer je gaat verlaten. Ik ben als goed is bijna klaar. Jij hoort Indy, niks? Ik ben klaar. Ik ga nu uit de garage. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nu ook. Komt ie. Waar de tyfus span ik? Ik heb geen... Oh, je bent hier. Oh, je bent achter mij. Oh mijn god.
Wat heb jij nou? Wat is dit nou? Oké, ik ga ze even langs elkaar zetten zo. Holy shit, wat is dit nou? Die stond goed. Eigenlijk hier in het licht. Ho. Gast! Sorry, rij aan. Zet zo maar schuin neer. Bij weg bij die put. Ho. Sorry. Oh mijn god, ik vind het wel grappig. Ik vind die van jou echt zo'n typisch. Blijf staan. Jongen! Blijf staan! Ja! Kan niet anders als je me aanbeukt. Oh, wat goed zeg. Ja, die van jou vind ik ook echt fucking mooi. Wacht, ik kan hem laten lopen. We gaan eens even uitstappen, dames en heren. Kijk, dit is die van mij, spoilertje. Maar hij heeft gewoon in die zak een zieke racebak. Wat is dit nou dan? Ik vind ze allebei heel vet. Ik ga hem even uitzetten. Oké. We hebben de auto's. Ik ga in mijn auto, jij gaat in jouw auto. En dan gaan wij naar het typische punt. En dan gaan we naar... Welke auto is dit even? Trouwens. Ik heb echt trouwens geen idee. Als je in gaat erin en eruit, dan zie je het. Waar moet ik dat zien? Rechts onderin als het goed is. De Trafeed Tracks Super. Zo, die wil ik ook wel even hebben dadelijk. Nou, we gaan daarvan. En wij gaan naar ons racepunt toe. En dan gaan we beginnen aan onze race. Om te kijken wie de snelste auto uiteindelijk heeft. Oké, dames en heren. We hebben niet gekozen voor een race. Want dan kan Indy zijn Formule 1 auto niet selecteren. We staan hier nu. En we gaan rechtdoor rijden. Dan gaan wij met de bocht mee naar rechts hier. Gaan we terug. En wie dan voorbij deze rode paaltjes is als eerste... Die wint. En dan gaan we hem zo inderdaad staan allebei. Dan spatie en gas in. En dan bij 0 gaan we vertrekken. In 3, 2, 1, 0. En dan zonder boost. Want Indy heeft een soort extra boost. Heeft hij. Ik heb hem al lang los. Ja, nee, maar ik bedoel van je moet niet die extra boost gaan gebruiken. Je wilt hier rondje om de hele baan heen. En dat je op dezelfde weg weer uitkomt. Nee. Ga direct hier aan het einde. Zie je die bocht naar rechts? Ja. Over 100 meter. Daar moet je naar rechts. Dus nu naar rechts. Ik wil helemaal nemen hier. Ho is. Doei. Doei. Nou, Indy heeft de Formule 1. Maar als ik op lange termijn maak ik zoveel toeren dat ik het kan inhalen. Dat bedoel ik, daarom wou ik de hele vliegveld mee. Oké, ik heb Indy gewonnen. Oh! Nee, ja. Ja, nou rijdt hij toch kut hoor! Ja, top, dan ga ik hier naar. Oké, Indy heeft gewonnen, dames en heren. Dat is jammer. Wij gaan nog even hier racen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video weer tof. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Helaas kon het zonder webcam deze keer, want mijn OBS-opnameprogramma van mijn webcam die deed het niet goed. Maar ik moest even een opname doen, want anders had ik geen video. Alsnog bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Wil je nou het kanaal van Indy checken? Doe dat dan eventjes. Check het linkje van hem in de beschrijving van zijn kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer je onder op mijn kanaal. En dan zeg ik zoals altijd. Later. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.